VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wil dat er duidelijkheid komt in de salariering van directieleden van de energiebedrijven Suriname. Gayadin kreeg vorige week documenten onder ogen waarop de Raad van Commissarissen van EBS had getekend voor uitbetaling van een directielid. Deze informatie is ook in de media terechtgekomen, waarbij gesteld is dat de technisch directeur van EBS NV 240.000 SRD per maand verdient. Gayadin vindt dat het energiebedrijf en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met duidelijkheid moeten komen. Natuurlijk weten we dat er scheefgroei is in het land wat parastatale bedrijven betreft. We weten dat er scheefgroei is. We zijn nog niet zo ver. Maar ik denk dat zeker tegen de achtergrond waarbij er enorme opofferingen gedaan worden door de samenleving met de aanpassingen van de tarieven, het toch goed is dat de juiste informatie vanuit de regering verstrekt wordt ter zake, maar ook hoe het is met het bedrijf zelf. Want u weet, wij hebben hier vaker aangegeven inkomstenzijde en de uitgaven van dat bedrijf, omdat iedereen wil meewerken aan het eventuele tarief. Mag ik lid Gayadin afronden? Maar laten we, voorzitter, de juiste informatie krijgen. Dus ik zou een beroep op u doen, voorzitter, dat er niet alleen een verklaring komt vanuit EBS, maar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen of de regering ons de juiste informatie geeft. NDP-parlementariër Rabindra Parmisser is ingenomen dat deze zaken aan het licht komen en besproken worden. Echter vindt hij dat er niet alleen gekeken moet worden naar de EBS, maar ook naar alle andere parastatale bedrijven. Maar er zijn andere parastatale bedrijven, en als het moet zal ik bij namen noemen, laten we kijken wat de directieleden en anderen daar aan salaris toucheren. Los van deze, dat vind ik een goede zaak, laten we open en transparant zijn, maar laten wij naar andere staatsbedrijven komen. Weet u hoeveel klachten we krijgen van andere staatsbedrijven, dat ze mensen diensten afnemen van bedrijven en dat ze niet betalen, dat bedrijven kapot gaan daardoor, voorzitter, en werkgelegenheid. Ja, hoeveel mensen dan geen baan hebben. Er gebeuren dingen, voorzitter, waarbij directieleden, nou willekeur ook, en dan hebben bedrijven een grote naam in gas en oil en noem maar op, maar intussen in de praktijk gebeuren er hele rare dingen, voorzitter. Maar minister benadrukt dat er niet selectief gekeken moet worden naar dergelijke kwesties.